Kijk, weet je wat het is? Als je elke dag thuis zit, dan word je ook stapelgek. Echt. De Lelystadse Zuiderzeewijk, Atelwijk, Boswijk en Waterwijk zijn door het Rijk aangewezen als een van de 16 kwetsbare gebieden in Nederland die hulp nodig hebben. De inwoners in de wijken hebben vaker problemen dan andere wijken in Nederland. Zoals een lagere opleiding, een lager inkomen, schulden of psychische problemen. Ook zijn de huizen verwaarloosd. Om hen een betere toekomst te geven worden er momenteel plannen gemaakt met de naam Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost, of kortweg IGLO. Een van de doelen is bijvoorbeeld meer mensen aan het werk helpen. Het aantal uitkeringen in de wijken is hoger dan in de rest van het land en dat moet anders. De kluswinkel in de Zuiderzeewijk bestaat al een aantal jaar en Lelystedelingen die al lange tijd werkloos zijn, kunnen daar werkervaring op doen. Nou ja, ik denk dat dat een hele nuttige investering is, omdat als mensen thuis zitten, daar worden ze vaak ook niet beter van. Heel veel mensen willen gewoon aan het werk, maar op de een of andere manier lukt dat niet. He, dus door in te zetten, werkbedrijf Lelystad is daar een heel mooi voorbeeld van, met de werkcoach, is toch in te zetten op een stukje persoonlijk contact en persoonlijke begeleiding. Echt te investeren in die mensen, daarmee investeer je ook direct eigenlijk in de wijk. Want het zijn ook de mensen uit deze wijken die bij ons weer werkervaring komen opdoen. En ik vond dat eigenlijk een hele mooie manier. Omdat mensen anders wel jarenlang in een uitkering kunnen blijven zitten en eigenlijk geen perspectief hebben. Met schuldenproblematiek te maken krijgen waar ze ook niet op zitten te wachten. Ik werk bij de kluswinkel als klusjesman. Ik krijg 's morgens een bon en die bekijk ik en dan ga ik daar naartoe naar de mensen. En ja, dat varieert heel erg. Van een kraan monteren, stopcontact, lamp ophangen. Er zitten meer aspecten aan het werk. Ja, als je bij mensen binnenkomt, zeg maar, vaak ouderen. Die zitten dan alleen en dan willen ze graag even wat kwijt. En dan vertellen ze hele verhalen aan je. En dan luisteren we ook naar en dat vinden ze heerlijk. En dan moet je nog zeggen van god, ik moet nou naar de volgende klus, want anders sta je de hele dag te praten met die mensen. Ik ben blij dat ik het werk heb. Thuis zitten, dat is ook niet. Heb je lang thuis gezeten? Een jaar of drie, denk ik. En toen is bij werkbedrijf bij de vaart weg geweest. En nou hier ook. Dus, en dit bevalt me wel. En is het de bedoeling dat je ook nog weer uitstroomt? Dat je... Nou, ik ben 62. Met jullie word ik 63. Dus die uitstroming zie ik niet meer zitten. Zie je er tegenop? Nee. Maar ik zie wel op tegen dat het gaat waar je invalt. Als je straks met pensioen bent, dat je niks meer te doen hebt. Maar ja, goed, dat is... Af te wachten. Nou, dan blijven we dit doen.